werk wat wij doen, dat is werk waarbij we voor een invulling zorgen voor de vrije tijd van klanten. Dat betekent dat je heel dicht op een bepaald moment bij klanten komt te staan. Het is niet dat je een vervoersmiddel aanbiedt, nee, je biedt invulling voor vrije tijd aan. En daar komt ongelooflijk veel emotie komt daarbij kijken. En dat betekent ook dat je gewoon mensen leert kennen in een traject van de aanschaf van een boot. Ik kan me nog herinneren dat toen ik hier kwam werken, dat ik een echtpaar leerde kennen die een Mariel 59 ging kopen. En dat is nu inmiddels een jaartje of 8, 9 is dat geleden. En met die mensen ga ik nog steeds wat eten. Ik golf nog steeds met die man. En dat zijn hele leuke en dierbare vriendschappen kunnen daaruit ontstaan. Doe de dingen goed. En dat betekent dus, doe niet te veel dingen tegelijk. Start niet met 3, 4 projecten tegelijk. Doe 1 project, rond dat goed af. En zorg dat je gewoon alles aan het einde gewoon voor 1 project goed gedaan hebt. Het risico schuilt erin, als je 3 dingen tegelijk aan het doen bent, dat je dingen voor 70-80% afmaakt. Ja, dat is gewoon niet handig. Dus je moet gewoon 1 project oppakken, afmaken, ja, en dan gewoon op naar het volgende. Wij kunnen het wel mooi vinden. Nou, ik kan het wel mooi vinden en de mensen hier kunnen het wel mooi vinden. Maar er is maar 1 uiteindelijk die het bepaalt of die het mooi vindt, ja of nee. En dat is de klant.